De Surinaamse bankiersvereniging heeft stappen ondernomen om de kasreserve van 100 miljoen US dollar, die onder beheer stond van de Centrale Bank van Suriname, maar onrechtmatig is gebruikt, terug te krijgen. Dat zei de voorzitter van de Surinaamse bankiersvereniging, Evelyn Frenji, vandaag tijdens de persconferentie tegen de moederbank. Er zullen ook juridische stappen worden ondernomen omdat ze zich niet heeft gehouden aan haar eigen voorschriften. Frenji verzekert dat de resterende bedragen van het volk veilig zijn en de commerciële banken hebben nog een tegoed van 330 miljoen US dollar bij de moederbank. Deze zullen op een aparte bankrekening worden overgeheveld, zodat de commerciële banken beter toezicht erop kunnen houden. Wij hebben zelfs het hef in handen genomen nu om bankrekeningen te openen, omdat gedurende het afgelopen jaar ons aangegeven is dat men bezig is in een proces om bankrekeningen te openen die achteraf niet op waarheid berusten. Goed, wij zijn bezig de bankrekeningen te openen. Ondertussen is de investment policy getekend. En binnen nu en anderhalve week moeten alle middelen zijn geringfenst. Dat is het op dit moment. Wat wij aan u toezeggen is op het moment dat dit proces volledig voltooid is, komen we terug bij u om volledige inzage te geven in: jongens, het proces is voltooid, de contracten zijn getekend, de middelen zijn op bankrekeningen waar wij ook op tekenen. Dus de afspraken van mij zijn in een nog stringentere wijze geïmplementeerd. Frenji benadrukt dat er geen reden voor het publiek is om bang te zijn dat ze niet over haar middelen zal kunnen beschikken. De commerciële banken kunnen hun diensten normaal leveren aan de gemeenschap. Tot slot, ik wil beëindigen met door aan te geven dat de kasreservemiddelen behoren tot het kernkapitaal van banken. Het is het deel van het kapitaal dat niet of nauwelijks fluctueert, want dat is de kasreserve. Dat wil zeggen, banken beschikken nog over hun regulier werkkapitaal. En dat wil zeggen dat banken normaal aan hun opvraagbare verplichtingen kunnen voldoen. Dus transacties kunnen gewoon normaal plaatsvinden. Daar hoeven we absoluut niet voor te vrezen. Er is geen reden dat banken, dat het publiek denkt dat banken niet aan hun opvraagbare verplichtingen kunnen voldoen. Omdat het deel dat we nu aan het structureren zijn, het deel was van het kernkapitaal van banken. Evelyn Frenji, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, vandaag tijdens een persconferentie. De vereniging heeft stappen ondernomen om de 100 miljoen US dollars die de Centrale Bank van Suriname onrechtmatig heeft gebruikt, terug te krijgen. Intussen heeft het parket van de procureur bij het Hof van Justitie in het persbericht aangegeven dat in samenspraak met de minister van Justitie en Politie een rechercheteam is samengesteld. En ook zijn er volgens de PG voorzieningen getroffen voor het instellen van een strafrechtelijk onderzoek, welke inmiddels is aangevangen. Deze actie volgt na de brief die de regeringscommissaris Kirpelani en de drie directeuren van de Centrale Bank, Ori, Suknandan en Housil, aan de procureur-generaal hebben geschreven. Hierin vragen zij dat er op instructie van de minister van Financiën een opsporingsonderzoek wordt ingesteld.